Ben jij ook zo nieuwsgierig naar het vernieuwde gedeelte van het paddenstoelendorp? Kom dan maar eens mee. Deze paddenstoelengroep is een van de alleroudste ontwerpen van Anton Pieck, gemaakt voor het Sprookjesbos. We hebben aan het bestaande ontwerp een aantal leuke elementen toegevoegd, zoals lantaarntjes, een brandend kacheltje en een boekenplankje in het interieur. En om ervoor te zorgen dat echt alle kinderen bij de kabouters op bezoek kunnen komen, hebben we de doorgangen een beetje verbreed.